Ik sta hier in de kleedkamer van FC Twente. Naast mij, winnaar van de Gouden Veter, Stefan Teske. Stefan, gefeliciteerd. Bedankt. 2 goals in een waanzinnige wedstrijd. En je had er 20 minuten voor nodig. Ja. Ja, het is gewoon gek. Die wedstrijd was gewoon gek. Volgens mij voor de supporters was het gewoon een geweldige wedstrijd. Ja. Ja, voor ons was het een beetje jammer dat we maar 1 punt pakten. Maar nee joh, ik zag jullie feest vieren. Ja, dat lichtje. Het was niet jammer, het was fantastisch vieren. Ja. Als je de eerste keer bij de selectie zit, dan ga je niet vanuit dat je 2 keer zou scoren. Heb jij nog nooit gedaan sowieso? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Dat was heel speciaal voor mij. Ja. Ook, en dan nog die moment na mijn ziekte en na mijn, dat ik gewoon 6 weken eruit was. Je hebt kanker gehad, tumor verwijderd. Wij wilden langskomen met de Gouden Veter. We kregen ook te horen van jullie perschef van nou, hij heeft niet te veel interviews gedaan deze week, want hij wil niet dat mensen hem als patiënt zien. Ja, eerst zit je met je hoofd ergens anders. Niet bij voetballen of andere dingen zit je gewoon alleen maar bij je lichaam. Ja, en dan maak je niet direct gedachten over je bent echt ziek. Ja. Je maakt je eerste gedachte, oké, hoe lang ga ik eruit vallen of hoe lang mag je niet trainen. En dan over een paar uurtjes later heb je pas door, waar heb ik het over? Ja. Het gaat om je leven eigenlijk. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik nu als voetballer word gezien en dat wat ik op het veld doe, dat het gewoon... Dat gewoon de punt is waarom ik hier sta en niet omdat ik een ziekte heb gehad. En dan AZ. Holy shit. Gekke wedstrijd. Ik weet ook niet. Ik viel gewoon in. Ik was blij met minuten pakken. Ik wou gewoon helpen dat het team wint. Dan gebeurt dit. En dat was gek. Dat was gewoon gek. Ja, maar ik moet ook zeggen, heel snel kwam die gelijk maken. En dan denk je van, nee, nu heeft het helemaal geen zin gehad eigenlijk. Ja, de 2-1. Ja, die 2-1. Of de 2-1 bedoel ik. En dan denk je gewoon, hé, wat zou er gebeuren als ik nog een keer zou scoren? Ja, en dan gebeurt denk je dat dan al voordat je die 2-1 maakt? Ik dacht, stel je voor je scoort nog een keer. Ja. Dat denk je dan gewoon. Ja. En ja, dan gebeurt het en dan ben je gewoon helemaal... Dan ben je gek. Helemaal gek, ja. Je hebt met een grote meerderheid heb je deze jongen verdiend. De beste speler van vorig weekend. En ik zei het al, kijk, als jij 2 goals scoort in zo'n wedstrijd... Ja, dan kan dat maar 1 ding betekenen. Dat deze voor jou is. Bedankt. Alsjeblieft. Bedankt.